Wat zijn de 5 grootste veranderingen van de vernieuwde Opel Insignia? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en ik ben werkzaam in het familiebedrijf Opel Dealer Liewes en Roden. Elke week verschijnt op dit YouTube-kanaal een video met uitleg over een Opel model, zoals deze, of met uitleg over een Opel systeem. Dan ben je nieuw hier, bekijk ons kanaal voor het eerst, van harte welkom. Maar vergeet niet op abonnee te worden. Dat kan heel makkelijk via de knop die in het beeldscherm komt. En zo blijf je op de hoogte als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, zoals ik al zei, ga ik in deze video dus uitleg geven wat de 5 grootste veranderingen zijn van de vernieuwde Opel Insignia. Nou, mochten er nog vragen zijn, kun je ze heel makkelijk hieronder intypen of mail sturen naar klantencontact@liewesroden.nl. Maar je bent natuurlijk ook van harte welkom aan de Centurion Noord 133 in Roden, waar wij natuurlijk de vernieuwde Opel Insignia hebben staan. Nou, en wat zijn nou de 5 grootste veranderingen? Dat laat ik je nu zien. Nou, de eerste veranderingen, dus eigenlijk de grootste veranderingen, dat zijn eigenlijk de motoren. Het complete motorenaanbod van Insignia wordt vervangen door nieuwe energiezuinige motoren. Nou, wat nieuw is, is de benzinemotor, dus de 2 liter turbomotor met 200 pk, die altijd verkrijgbaar is, gekoppeld dus is aan een 9-traps automaat. En deze 2 liter turbomotor is ook als GSI verkrijgbaar, maar dan heeft hij 230 pk en is tevens onder voorzien van 4-wielaandrijving. Nou, op het dieselgebied worden de huidige aanbod vervangen door reeds bekende 1.5 CDT dieselmotoren met 122 pk met 6 versnellingen. Daarnaast is de 174 pk sterke 2 liter diesel CDT verkrijgbaar met 6 versnellingen of met 9 traps automaat. Deze laatstgenoemde is ook verkrijgbaar met 4-wiel aangedreven. Nou, de tweede grote verandering, en dat zijn eigenlijk de uitvoeringen. Er zijn eigenlijk verschillende nieuwe uitvoeringen leverbaar. En dan praten we over de Edition, over de Ultimate, de GS-lijn en de GSI. En voor de zakelijke rijder is die leverbaar in de Business en de Business Elegance uitvoering. Nou, bekijk voor deze uitrusting ook de laatste informatie via Opel.nl of via onze eigen website www.liewesroden.nl. Nou, de derde grootste verandering is natuurlijk het exterieur van deze auto. De afmetingen zijn precies hetzelfde gebleven eigenlijk, maar hij heeft een veel strakker en moderner exterieur gekregen. Bij de voorkant is het bijvoorbeeld een veel nieuwer en slanker design van de koplamp. De basisuitvoeringen, hè, dus dan praat ik over de Edition en de Business-uitvoering, die zijn standaard ook voorzien van LED-koplampen. En bij de luxere uitvoering is deze voorzien van Intellilux LED-pixel-matrixverlichting. Daar kom ik later op terug. En ook de voorgrill is vernieuwd met wat meer zilverachtige elementen. En dat geeft hem natuurlijk een veel luxere uitstraling. En daarnaast is het design van de mistlampen ook vernieuwd en zijn die veel lager geplaatst. Ook de achterbumper heeft een andere uitstraling gekregen. En wat meteen opvalt, zijn deze sieruitlaten. En deze chroomlijsting is alleen bij de 2 liter of bij de dieseluitvoeringen standaard. En bij de andere motoren zijn deze niet optioneel verkrijgbaar. En ook de zijspiegels zijn altijd zwart van kleur. En dat geeft natuurlijk een hele mooie uitstraling ook. Bij de GSI-uitvoering kan deze ook nog worden uitgebreid naar een carbon look. En de vierde verandering die bevindt zich eigenlijk in het interieur van de vernieuwde Opel Insignia. En er zijn een aantal wijzigingen. En waaronder andere de klimaatcontrole. Die klimaatcontrole, en dan bedoel ik in 2 zones, dus zowel links als rechts, is standaard geworden bij alle uitvoeringen. En daarnaast is het zicht- en lichtpakket ook standaard op alle uitvoeringen. En dit pakket bevat een regensensor, automatisch dimmende binnenspiegel, automatische verlichting en automatisch grootlicht. En daarnaast zijn deze inlegstukken die hier aan de zijkant bevinden, maar ook hier. En ook hier in het midden. En aan die kant zijn ook veranderd. En dit hangt van het model af. We zitten nu in de luxere uitvoering, de Ultimate uitvoering. Nou, bij de andere uitvoering, dan praat ik over de GS-lijn en de Business Elegance, is dit donker van kleur. En bij de standaard uitvoering, dus de Edition en de Business, zal een iets donkergrijze kleur zijn. En deze zilveren inleg, die is alleen standaard op de Ultimate en de GSI. Nou, en de 5e grote verandering, dat is dus het verlichtingssysteem. Ik had dus in het begin van de video al verteld dat dus het exterieur veranderd is, dat het ook de lichtunit veranderd is. Maar de grootste verandering is inderdaad ook dus de Intellilux matrixverlichting. Want deze is dus veranderd door de Intellilux LED pixel matrixverlichting. En dit systeem heeft nog meer segmenten per koplamp. Het waren dus 34, maar deze gaan nu naar 84. Nou, dat geeft natuurlijk nog meer licht en nog meer zicht. En dus ook nog meer veiligheid wat je dus 's avonds hebt bij donkere omstandigheden. Nou, deze nieuwe verlichting is standaard op de Business Elegance, de Ultimate, de GS-lijn en de GSI. En bij de Business Edition kun je dit dus bijbestellen. Nou, ik hoop dat ik hiermee een duidelijk en helder uitleg heb gegeven over de 5 grootste veranderingen van de vernieuwde Opel Insignia. Mocht er aanvullende vragen zijn, typ ze heel makkelijk hieronder in en we zullen deze zo spoedig mogelijk beantwoorden. Maar je bent natuurlijk van harte welkom om bij ons langs te komen aan de Centurion Noord 133 in Roden, waar we alle Opel modellen hebben staan. Bekijk ons complete aanbod ook op www.liewesroden.nl.
of bel ons via 050 50 16842. Nou, ik wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Mijn naam is Hendrik Liewers en volgende week verschijnt weer een nieuwe video. Tot dan!